Slot hedendaagse kunst in de openbare ruimte in 4Art. Four Arts, dat zijn vier kunstcritici en hun kijk op de hedendaagse kunst. Hans ten Hartog-Jager, kunstcriticus en schrijver. Bart Rutte, conservator Stedelijk Museum. Anne de Meester, directeur kunstencentrum De Appel. En Valentijn Bijvank, directeur Nationaal Historisch Museum. En Valentijn Bijvank was op een bijzonder koude avond onderweg in Amsterdam voor drie werken in de buitenruimte van Gini Vos. Gini Vos maakt eigenlijk altijd werken voor de buitenruimte, voor de openbare ruimte. En dat doet ze heel vaak met licht. En als je heel dichtbij bent, dan zie je niet precies wat ze maakt, behalve dat er ontzettend veel lampjes in zitten. We zijn hier in Amsterdam-West. Hier is de trein naar Haarlem. Als je het werk ooit wil bekijken, dan moet je 's avonds de trein naar Haarlem nemen. Dan kun je precies, heb je de goede afstand om dit werk te bekijken. En dit is een loods die door de gemeente gebruikt wordt om de plantsoenendienst mee te doen als zoutenopslag. Dus er zijn allemaal mensen die werken met de openbare ruimte in Amsterdam. En toen zij begon met dit werk te maken, toen is ze met die mensen gaan praten en toen heeft ze woordenlijsten samengesteld. Waar houden die mensen zich mee bezig? Waar praten ze over? Eens in de 20 seconden wordt hier een woord gemaakt met al deze ledlampjes. En die woorden die communiceren dus wat er binnen dit gebouw gebeurt met de buitenwereld. En dit gebouw zendt signalen en die boodschappen de wereld in. Maar misschien nog wel het prachtigste is dat de titel ervan Lokroep is. Lokroep. Naar wie dan eigenlijk? Er is nu veel mist, dus het is moeilijk te zien. En we zitten hier denk ik op 60 meter hoogte en dat is nog twee keer zo hoog. Het is een heel subtiel lichtspel speelt zich daar af. Hè? Kun je iets vertellen over waar die opdracht over ging? Ze vroegen om een lichtkunstwerk voor de toren. Mm-hmm. En ik heb eigenlijk me bezig gehouden met of ik een signaal, een soort dynamiek voor deze toren zou kunnen bedenken. Zo'n zendmast is voor de digitale televisie en telefonie. En wat zo'n zendmast doet, is dus zenden en ontvangen van signalen. Nou, dat is een beetje mijn uitgangspunt geweest voor deze opdracht. Wat je ziet is een weergave van het heelal. En dat heelal dat is eigenlijk ontstaan door na te denken over wat zo'n toren nou precies is. Wat dynamiek nou van die toren is, wat voor signalen zo'n toren nou eigenlijk zou kunnen uitzenden. En die signalen, dat ontvangen en dat zenden, vindt plaats in een achtergrond van ruis. En door daarover na te denken, vond ik die ruis steeds interessanter worden en kwam ik bij de televisieruis. En nou ja, iedereen kent de ruis waar je dan af en toe toch nog wel net een kanaal lijkt te kunnen ontvangen. Sneeuw. Of een sneeuw. Ja, white, de sneeuw. Noise, ja, sneeuw. Ja, ja, precies. Maar eigenlijk betekent dat ook echt verstoring, geen communicatie. En toen kwam ik eigenlijk bij het veel meer omvattende ruis uit bij het heelal, bij de productieve ruis eigenlijk. En wat je hier ziet is dus ook mijn verbeelding, een weergave van het heelal. En het heelal, zo vanaf de oerknal waar meteorieten doorheen zuizen, sterren in lichtintensiteit toe en afnemen, kleine ontploffingen plaatsvinden. Is het toevallig? Het drama van, ja. Van het universum. Is het toevallig? Gaan al die lichtjes of zit er een soort van random program ja, op? Ja, de ruis zit achter deze. Want soms is het net alsof je naar een toren zit te kijken. Een andere keer denk ik, het is een soort van ruimteschip. Maar er worden ook, zie je letters verschijnen. Nou heet het white noise. Handschrift van het heelal.
Maar ik wilde ook een menselijk handschrift toevoegen. Omdat al die communicatie vindt wel plaats tussen mensen. En daar dat zijn wel hele persoonlijke gesprekken. Het is eigenlijk heel abstract dat dat allemaal maar door dat luchtruim gaat. En daar wilde ik iets van laten zien. Ah, ja. Je ziet een aantal letters of cijfers en dat zijn verificatiecodes. Iedereen kent dat wel. Dat zijn van die abstracte, met de hand geschreven letters. En dat is om te zien of je communicatie is tussen mensen en niet tussen machines of computers. Ik kan me haast niet voorstellen hoe machtig dat moet zijn om daar zo'n... Dat spreidt zich uit over bijna 15, 20 meter, hè? Dus zeg maar, begint op 110 meter hoogte en dan het eindigt op 125 of zo. Om daar zo'n werk te hebben. Ja. Kun je het vanuit je huis zien? Het vanuit mijn huis zien. Ik woon er ongeveer 5 kilometer vandaan, maar ik kan het van mijn huis zien. Maar ik kan, als het niet dat mist. Is wel op meer dan, nou, al heel gauw, na 800 meter verlies je wel details. Ja. Hij is echt tot 500 meter zie je ook echt heelal vibreren, sterren in intensiteit toenemen en afnemen. En dat verlies je op grotere afstand. Heb je telescoop? Nou, heb je geen telescoop in je huis gezet? Nee, dat heb ik nog niet gedaan. Nee. Dit is het Elysium, het nieuwe gebouw van de RAI, ontworpen door Bentham Crowell, architecten. En bij dat gebouw is een werk gemaakt door Jeannie Vos. Kristalpaleis, waar komt de titel vandaan? Allereerst is het een verwijzing naar Crystal Palace. De eerste tentoonstellingsruimte in Londen in 1851. Waar voor het eerst ook producten tentoongesteld werden. En het laatste boek van Peter Sloterdijk heet Kristalpaleis. En dat gaat ook over het reizen van die producten over de hele wereld. En wat zie je op het moment dat je opdracht krijgt van deze ruimte? Tekeningen wat weet je dat hier en een is? Rendering van de, onder andere de ruimtes binnen. En wat ik dan doe is een maquette maken om toch grip te krijgen op wat het gebouw dan voorstelt. Waar je naar binnen gaat, waar er ergens een plek is waar ik iets kan maken van een andere orde. Eventjes heel dichtbij. Het zijn dus lichtpuntjes. Hè? Dit zijn LED-lichtpuntjes. Hoeveel zijn dat er? Het zijn 4096 LED-puntjes. Dat weet je wel precies. En elk puntje bestaat weer uit 6 LED'jes. Hoe lang duurt het programma voordat je er helemaal terugkomt aan het begin? Ja, ik weet niet meer precies. Ik denk iets van 48 minuten. En dan heb je alle objecten gehad. Kijk, nu schijnt het helemaal prachtig. Ja. Ik vind het ook echt een paleis om te zien soms, hè? Dus je ziet beelden en je probeert eigenlijk te kijken wat het dan is. En dan ineens straalt dat hele ding je tegemoet. Ja. De kracht van licht. En wat is, ja, precies. Wat is licht? De energie van licht. De kern is dat alle materie ook zichtbaar is door licht. Zo'n LED-puntje, daar zit al die oerkracht eigenlijk in. De drie besproken werken van Jeannie Vos, Lokroep, White Noise en Kristalpaleis zijn in Amsterdam te zien. En het best in het donker. Dat was het Kunstuur voor vandaag.